Onder veel fossiele schilderijen, technische instrumenten en ja, wat allemaal niet meer. Wel, dit is heel een lifestyle ship, ik had het Tyler Museum. Dat is number one. Oké. Wel, in de 16th century, the city of Hamel counts about 100 beer breweries. That's part 2. In de 16e jaarhonderd had de stad ongeveer 100 bierbrouwerijen. Dat is niet wat saai, hè? In de 16e eeuw had de stad Haarlem ongeveer 100 bierbrouwerijen. Grote en kleine. En de meeste bierbrouwerijen stonden vlak de Spanen, waar we nu op varen. En de Baker is de gracht. Dat is het kleurgrachtje dadelijk aan de linkerkant van het schip, voorbij de brug. Ja, zo hier onder de lesnaam schippen is Paul Channel. Dat is de Baker is de Channel. We hebben vooral many bierbrouwerijen. Die kleine kracht hier aan de linkerzijde van de Sivar of veel bierbrouwerijen. Dat is de oudste kracht van de stad Haarlem. Het is gegraven worden in de 13e jaarhonderd. Die gracht is gegraven in de 13e eeuw, dus de oudste gracht van Haarlem. Het water van Spanje was vroeger van dusdanig goede kwaliteit dat het direct gebruikt werd voor brouwen voor bier. Zo schoon was het water niet vroeger. Maar ja, vroeger niet. Terwijl het water dus verontreinigd en heeft dus de brouwerslag gegraven en het water met speciale waterbootjes hier naartoe gebracht. De meeste inwoners van Haarlem waren ook werkzaam in de bierbrouwerij, want Haarlem was vroeger dus een arme stad. We varen hier op een riviertje Spaarn. Als we dus rechtuit varen via bocht en bruggen, komen we uit in het vestingsplaatsje Spaarndam. En dan via de sluis en Zeekanaalzee komen we uit op het Noordzeekanaal. Andere kant terug op het Spaarn kan we varen door een Krukius. Daar staat nog een oud stoomgemaal, dat is in 1875 meegeholpen aan de drooglegging van Haarlemmermeer. En dan gaan we dus rechtsaf de ring waarin de stad Leiden. En vanaf daar is het ongeveer 2 uur varen naar Leiden, dus dat doen we vandaag maar niet. We varen juist op de vloed in Spaarne. We hebben iemand aan de uitvaart, komen we in het plekje in Spaarndam. Want dan via de sluizen komen we over, dat is nog zeker nou. Roetwest kan we varen dus Krukjes. Want dan varen we zonder weg toe de stad Leiden. Nou, we're selling out the river Spaarne. If you should go straight ahead to come in the place called Spaarndam. En dan met een lokje kan go to the North Sea Channel. Backwards you can sail on the river Spaarne to Krukjes and then you go to the right to the city of Leiden. Dat is Kabooi aan de linkerzijde van de Sivda, voor de Sivhaus. Met een goede dag is de Harmse gevangenis. Maar zo, daar zit nog niet meer een hefling in. Het is een bedreiging. Dat is wel de Big Brother aan de front van Zippen, round roof, dat is de Harm Jailhouse, dat is nummer 3. Nou, recht voor schipuit is ongeveer het Harmse koepelgevangenis. Deze koepelgevangenis is gebouwd tussen 1899 en 1901 en heeft 3. Gevangenisringen. Daartussen bevindt zich dus één cipier die alles denkt te kunnen overzien. Niet dus. Want hier hebben ze al heel wat mensen verhangen. Maar ja, dat scheelt de gemeenschap weer. Ja. Dit is een van de 3 koepelgevangenissen die Nederland heeft. Die andere 2 staan is in Arnhem en in Breda. Vroeger zijn dus lang gestraft erin, maar nu alleen maar mensen die hem voor is. Dus gedetineerd in afwachting van hun straf. Ja, sommige mensen doen er een boord voor om binnen te komen. Tijdens de muziek is het wijshuis tijdens Hofje, dat is nummer 4. Wel, dit is een onlefzaamschip, natuurlijk ook het kort jaar tijdens Hofje, dat is part 4.
Hier links is het Tijnis Hofje. Dit is het grootste hofje wat Haarlem heeft. Rondom een mooie tuin bevinden zich kleine huisjes. Daarbij vroegen dus de oudere dames en benen naar de vrouw die belangeloos door de rijke mensen onderhouden. Maar kreeg dus kosteninvoering uit het zakgeld, allemaal gratis. Want die rijke mensen wilden deze manier en bekendheid toonden de toenarme bevolking. En daarnaast zit de mooie Buikenes Toren. Deze toren is gebouwd in 1520 en is identiek aan de Sint-Bavelkerk in de markt staan. Kijk, de linkerzijde van de Sint-Bavelkerk, Buikenes Toren. Die is de toenbakkerbouw worden vervoegd in de 20. Want het is nog een schrijfje, de Beautiful Bakings Tower. De Tower wordt in 1520.